Ja, Goedenavond, Rudy. We zagen het net: afschuwelijk conflict, afschuwelijke verhalen. Um, tien jaar bezig, maar Assad zit nog altijd op zijn plek. Ja, en officieus zou je kunnen zeggen dat hij militair wint. Maar wat betekent winnen daar natuurlijk? Hè? Als je weet dat er tussen de 400.000 en 600.000. Sinds vijf jaar tellen ze de doden niet meer. tussen de ongeveer een half miljoen mensen gestorven zijn, waarvan de helft burgers. Als je daar ook nog eens bijtelt dat de. 12 miljoen mensen, ook ongeveer de helft van de bevolking op de vlucht geslagen is, de helft intern hè, tegen de grens aan in kampen, maar ook 6 miljoen onder meer naar, naar Europa zijn er gevlucht. Dan regeer je over een puinhoop met de helft van je volk. En als je dan militair overwinnen, maar als je de kaart van Syrië nu er zou bijnemen, dan zou je zien dat hij ongeveer zo'n 60 procent of twee derde van het grondgebied um, beheerst dat er nog een groot stuk in het noorden in handen van de Koerden is. Het deel in Idlib dat tegen de Turkse grens is, daar zijn dan de rebellen nog. Dus ja, wat, wat controleer je is dan nog de helft van zijn grenzen. Mm -hmm. ja, het is redelijk uitzichtloos. Hè? Ja, we zien hier ook in de reportage naast alle ellende dat het verzet um, nog altijd levend is. Hoeveel kans hebben ze om daar nog iets mee te bereiken? Want het, het lijkt uitzichtloos, hè? Ja, het verzet in Idlib wordt deels gesteund door de, door de Turken, mm. die daar een beetje een buffer spelen. Als die er niet zouden zijn, als de vrees voor die drie miljoen vluchtelingen extra er niet zou zijn, dan zou de Assad, en, en met steun van de Russen en Iran voor alle duidelijkheid, anders zou het niet halen, zouden ze veel meer gaan bombarderen nog en, en echt wel de genadeslag toebrengen. En bovendien, wat je niet mag onderschatten, je hebt ook nog andere krachten natuurlijk die daar spelen. Hè? Mm -hmm. um, hoe is het intussen, um, als we kijken, je haalde het daar net al even aan, misschien toch nog even stilstaan bij de enorme menselijke tol die daar gevallen is? Ja, dat is een ongelooflijke last op de toekomst, natuurlijk. Zolang er geen rechtvaardigheid is, geen waarheidscommissie, geen internationale gerechtigheid. Als je kijkt gewoon naar pure humanitaire cijfers. Um, een groot deel van die burgerslachtoffers zijn vrouwen en kinderen. Mm. De helft. Um, je hebt tienduizenden kinderen die gestorven zijn. Een derde van de scholen is gebombardeerd, moet je dat inbeelden. Um, Duizend ongeveer dokters en verplegers zijn gedood door bombardementen. Bombardementen die voor twee derde of in grote meerderheid zelfs uitgevoerd zijn door de Russen en de Syrische regime. Ja, die mensen, niemand weet wat hem te wachten er staat. 2 miljoen huizen vernield. Ja, mm -hmm. Op welke puinhoop bouw je dan voor? Ja. Andere krachten uh, die spelen, heel de wereld heeft ook gezien wat uh, IS heeft aangericht en teweeggebracht. Hoe... Is de situatie wat dat betreft intussen, want ze zijn niet verdwenen? Hè? Nee, in tegene, we dachten van dat IS van de kaart geveegd was, hè. We, mm. massaal het, het Westen heeft gebombardeerd en gesteund. Maar dan plots is, is het zijn al die evenwichten gekanteld, de Turken zijn gekomen, de Amerikanen hebben zich teruggetrokken. En wat je nu merkt, ik heb een aantal onder meer hem, uh, Abdul Kafi, die, die ik goed ken, die, die ginder zit, maar ook mijn, mijn tolk die in het Koerdisch gebied rondrijdt, die is op, op gaan kijken hoe het nu was in Raqqa de hoofdstad van het kalifaat vroeger, en in Deir el-Zor. En hij zegt dat daar honderden, zo niet duizenden, IS-strijders, sleepers zelfs, zoals ze dat deden, terug actief worden. Het is daar bijzonder gevaarlijk nu en elke dag zijn er aanvallen. Dus IS is zich aan het vervellen tot een soort van guerrilla-terreurorganisatie. Dus dat, ook dat is niet voorbij. En ik vrees een beetje dat we ons daar in het Westen wat op miskeken hebben. Dat mm -hmm. we denken dat dat over is. Ja, en dat we eigenlijk niet genoeg beseffen um, hoezeer... Ze zich opnieuw aan het reorganiseren zijn. Ja, en dat is een, een verhaal dat, dat je nu jaar na jaar kan vertellen, dat dit een ver-van-ons-bedshow lijkt, maar eigenlijk is dat niet. Denk aan de vluchtelingen die er zijn, de miljoenen vluchtelingen. Denk aan de terroristen die van hier naar ginder getrokken zijn mm. en die daar dan zich kunnen organiseren. Zolang je een soort van vrijhaven biedt in een chaos in Syrië, blijf je met een risico zitten op aanslagen die terugkeren. Niet onbelangrijk in het licht van de herdenking die we volgende week hebben, vijf jaar later na Zaventem. Ja. Na wat je zegt durf ik het bijna niet vragen, maar toch als we op langere termijn naar de toekomst kijken voor Syrië, wat denk je dan? Ik zou durven hopen, maar dat is een heel persoonlijk standpunt, dat er een soort van internationale rechtspraak komt over misdaden. Want voor zolang er geen gerechtigheid komt voor. Alle partijen daar die fouten gemaakt hebben, dan, dan krijg je geen toekomst. Dan ga je ook die, al die miljoenen mensen die in het buitenland zitten niet. Die willen wel deels terugkomen, maar die gaan uit angst niet terugkeren natuurlijk. Hè. Wat, wat je ziet vaak, en dat vind ik zo vreemd, hè, in een normaal land zou je kunnen denken, als een volk niet tevreden is over zijn leiders, dan sturen ze die weg. In Syrië is het omgekeerde gebeurd. De leiders heeft de helft van zijn volk mm -hmm. weggestuurd. Hè. En hoe kan je in godsnaam de vrede winnen op zo'n puinhoop? Ja. Rudy, dank je wel voor uh, dit gesprek.